Een hele goede dag. Go live. We gaan het met elkaar hebben over de eindtijd. Vandaag heb ik tijd gereserveerd voor een webinar, een bijbelstudie. Een hardcore bijbelstudie voor mensen die graag de diepte ingaan. Het gaat dus niet even snel een half uur zijn. We gaan met elkaar gewoon aan de slag de Bijbel openen. En dat betekent dat ik inderdaad mijn Bijbel even moet pakken. Hoe kun je zinken? Ah, ben ik weer. Vandaag thema. Eindtijd. Ik hoop dat je lekker zit. Dat je je Bijbeltje bij de hand hebt, online of hardcopy. En we gaan het hebben over de dingen die in de toekomst gelden. Maar ik wil eerst eventjes een paar kleine spelregeltjes afspreken. Welkom dat je er bent. Hartstikke goed. Ik heb 3 uitgangspunten voor deze studie aan je voor te leggen. Ik hoop dat je het beeld zo kan zien. We hebben de letters groter gemaakt. Het eerste is, in deze Bijbelstudie ga ik het hebben over de Bijbel. Ik heb in de Bijbel af en toe ook wat randinformatie gehaald uit Wikipedia. Dus Wikipedia kun je zelf over alle thema's naslaan. Ik gebruik de herziene Statenvertaling. En in het Engels de King James Version. En daarbij gebruik ik dan de Strong vertalingen voor het Grieks en het Hebreeuws. BlueBible.org is de vertaalsleutel waar je vanuit de Blue Letter Bible naar de Strong Concordantie kunt gaan. Want dat is het beste. We hebben met vertalingen veel problemen opgeleverd, omdat we nog wel eens wat koppige, eigenwijze, bezeten monniken vertaald hebben. En die hebben dingen naar hun eigen goeddunken of op verkeerde achtergronden vertaald. Dus we moeten terug naar de Hebreeuwse of de Griekse vertaling. En in Nederlands is dat de Statenvertaling daar dichtstbij. Omdat die moeilijk te lezen is, heb ik hier de herziene Statenvertaling. Die gebruik ik als referentie voor deze Bijbelstudie. Het tweede is dat ik je niet vraag om mij te volgen. Ik volg Christus na. Volgt gij mij dan, zegt Paulus. Daar hebben we te veel ellende mee opgelopen. Ik vraag je wat anders, wat Paulus ook gezegd heeft. Paulus spreekt over Berea. En de mensen in Berea, die onderzochten alles. En later zegt Paulus, toets alles en behoud het goede. En ik wil je vragen om niet mij gewoon te geloven, maar ik wil je vragen om alles wat ik zeg, deze middag, te toetsen. Ik ga je vragen stellen, maar niet alles wat ik kan niet alles in de vragende vorm stellen. Maar zolang wij elkaar bevragen en jij mij bevraagt en ik jou mag bevragen, komen we tot een zoekende houding. En in die zoekende houding is iedereen gelijkwaardig. En in die cirkel van de Council of Chiefs, hè, in de cirkel van mensen die aanschuiven en mee willen denken, daarin ben je hartelijk uitgenodigd. Toets alles en behoud het goede. Geloof mij niet, controleer me. Volg me, doorgrond me, zoek of het klopt. Ja, dus heel nadrukkelijk toetsen en vragen. En het derde is, deze studie en alles wat hieruit voortkomt, is niet voor commercie beschikbaar. Ik heb het voor niets gekregen en ik deel het om niet. En als mensen proberen hier zich mee te verrijken met deze kennis, dan is dat niet toegestaan. Dus, alles hebben we gratis gekregen. De Heer Jezus gaf gratis zijn redding aan ons. We hebben gratis het onderwijs van de apostelen gekregen. We hebben gratis de genezing gekregen. We hebben gratis de inzichten gekregen. Dus we gaan het ook gratis verder geven. Dat is het spel. Oké? Leuk dat er zoveel mensen zijn, zeg. Ha, wat een geweldige zaak. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik heb eigenlijk een heel erg mooi thema. De schapen die kennen de stem van de herder. En als jij schaapje van de Heer Jezus bent, dan herken je zijn stem uit duizenden. En de Heer die zegt, ik zou niks willen verborgen houden voor mijn vrienden. Wij zijn vrienden, als we doen wat hij zegt. Dus we gaan vandaag schatten uit de duisternis terughalen. En we gaan kijken wat er te beleven valt. Ik heb erg interessante materiaal bij me.
Je weet, alles wat ik doe, dat is gebaseerd op de Bijbelse feesten. Dat staat in Leviticus 23. De Pesachviering, dus de eerste viering, gaat over bekering. Het feest van de ongezuurde broden gaat over de doop. We kunnen alles leren over de Pinksterviering, wekenfeest, over de Heilige Geest en de vulling ervan. Je hebt de Bazuinenfeest elk jaar, wat gaat over, laten we erop uittrekken. En de Heer heeft ons ook opgedragen om elk jaar de grote verzoendag te vieren, wat gaat over heilig leven. En hij heeft ons opgedragen om één keer per jaar een week over de eindtijd na te denken, de toekomst van alles te doorgronden. Dat doen we nu. Dat hadden we ook 4 oktober kunnen doen in die week tot en met 4 en 7 is 11, 12 oktober. Hebben we niet gedaan, maar dit past in het thema van ik wil in mijn loofhutje zitten, kijken naar de hemel, mijn hemelse huis volgen. Ik wil kijken wat het betekent, wat ons te wachten staat. Dat is de hardcore achterliggende gedachte van het loofhuttenfeest. En dat is dus ook vanmiddag wat we doen. We hebben een loofhuttenfeest bijeenkomst. Als er een week zou zijn of een dag zou zijn dat ik je zou mogen aanbevelen om deze studie door te worstelen en te volgen, dan zou dat zijn tijdens het loofhuttenfeest. Daar is dat feest voor bedoeld. En als jij loofhuttenfeest viert, dan krijg je zicht op wat er te ons te wachten staat. Noach die bouwde een 120 jaar lange boot. En hij wist, er komt een keer een moment dat die boot klaar is. En dan heb ik ontzettend veel dieren te logeren. En mijn hele familie. En dan gaan we samen een enorme vaart maken. Dus, loofhuttenfeest zijn we nu aan het vieren. Het laatste Bijbelse feest is de Sabbat, de rustdag. Elke vrijdagavond tot zaterdag. Een vlotje. En een vlotje, dan moet je denken aan de film The Titanic. De Titanic ging hopeloos ten onder. Het was ijzig koud water. Daar waren twee ijsbergen. En die mensen die deden op het moment nog in een groot feest en een balzaal vol gelukkige mensen. Op gingen ze diepe zwartheid in. De ellende. En zo is het eigenlijk ook in veel van jullie leven. Dat jouw kerkelijke ervaring langzamerhand, je geestelijke ervaring langzamerhand, soms net dreigen als de Titanic zo ten onder te gaan. In de duisternis, in de kou. Maar ik wil je deze middag, alsof ik je op een vlotje naar je toe kan krabbelen. Het is niet de luxe Titanic. Het is niet de balvreugde in de balzaal van de muziek en het orkest en de restaurants van de Titanic. Maar ik op mijn vlotje kan naar je toe komen krabbelen. En zeggen, klim er maar op. Het is dus ook zoeken. We hebben een aantal nieuwe dingen in de afgelopen decennia's van de Heilige Geest gekregen. En dat is nog niet in vergelijking als je eeuwenlang bepaalde zaken hebt gedacht. Dat je dan zomaar denkt, hoe moet het nou allemaal? Dus ik wil er getemperd over zijn. Ik wil niet grote bek naar je hebben. Ik wil niet veel spatjes hebben. Ik wil zeggen, zie mij nou op mijn vlotje naar je toe krabbelen. Kom er maar bij. Dat gaan we doen. Met elkaar. De eerste tekst neem ik je mee naar Daniël. We gaan met elkaar lezen Daniël 9, vers 14 tot en met 44. Dat is een heel eind. En dat mag bij je Bijbelstudie. Dan mag je dus ook gewoon de Bijbel echt helemaal tot je nemen. Je hebt Jesaja, Jeremia en Ezechiël. En daarna, meteen daarna, de eerste van de kleine profeten, dat is Daniël. En ik ga een paar schriftlezingen doen. Bijbellezingen doen. Niet veel, maar we gaan ze wel doen. Omdat ze van essentieel belang zijn. Daniël, zijn naam betekent God is rechter. En God wil ons een rechte weg laten zien over hoe dat zit. Wat is namelijk met Daniël aan de hand? Hij is vanuit het volk Israël in gevangenschap weggevoerd. En daar zit hij als een profeet. En de Heer zegt, nou, ik ga je nu vertellen hoe het is, hoe je uiteindelijk weer terugkomt. En dat gaan we lezen in Daniël 2. Want hij is gevangen genomen, maar het is een hele intelligente vent. En hij komt terecht bij het rijk van Nebukadnezar in zijn hofhouding. Omdat hij zo intelligent is en zo goed kan denken. En die beste, intelligentste jongens van Israël, die zijn aan het hof gevraagd. En daar horen ze bij de geestelijkheid, de intelligentia, de slimme ruier. En op een gegeven moment krijgt Nebukadnezar een droom. We gaan het lezen in vers 19.
Natuurlijk had ik dit ook kunnen projecteren op het scherm en had je makkelijk kunnen meelezen, maar op een gegeven moment moet je gewoon het rispelen van het papier horen. Vers 19. Even kijken, 15. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Hij had dus Nebukadnezar had gezegd, de tovenaars en de wijze mensen moeten me vertellen wat die droom was. En ze wisten het niet, want ze konden geen gedachten lezen. Wat zegt Nebukadnezar? Ik betaal jullie dat jullie gedachten kunnen lezen, dat jullie bijzondere dingen weten. Nou ja, dan zei hij, als jullie het niet binnen een paar dagen weten, dood ik de hele kennis, de hele universiteit, stop. Nou, en daar zou Daniël erbij horen. Dus Daniël zegt, geef mij wat tijd om te bidden. Hij krijgt wat tijd om te bidden. En dan staat er dat de Heer geeft Daniël, deze jonge jongen, de uitleg van die droom die de keizer Nebukadnezar gekregen heeft. En hij is dan helemaal gelukkig. En dan in vers 24, daarop gaat Daniël binnen bij Archion, die de koning het had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Dus er was al een soldaat onderweg om alle wijzen om te brengen. En hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem. Breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg kan geven van die droom. Dus die koning had een droom gehad en Daniël zegt, ik weet wat het betekent. Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniël, zijn naam is Belsazar. Bent u dan in staat, Daniël Belsazar, mij de droom te laten weten, die ik gezien heb, en de uitleg ervan? Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheden die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Het is een eer God. Het is een eer van God in de hemel, die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in een latere tijd gebeuren zal. Dus hij heeft hem een droom gegeven over wat er in een latere tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen toen u op bed was, zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zou. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu. Aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid, in mij is die boven alle levende, maar daarom is die aan de koning gegeven, tot uitlegger van. Zodat hij zou weten en de gedachten van uw hart bekend zouden worden. Uw koning keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan was uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van goud. Goed goud. Zijn borst, zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons en zijn benen van ijzer. Zijn voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Gedeeltelijk van ijzer. Hier keek u naar toe totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem. En verbrijzelde die. Toen werden het ijzer en het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijkertijd verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar die steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Tot en met vers 44. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan geven. In de tegenwoordigheid van de koning. U, o koning, u bent de koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft u de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heersen over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander. Het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer. Want ijzer verbrijzelt en zal verguist alles.
Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien heeft, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk bros. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van de koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet ten gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Tot zover. Nou, wat heeft hij gezien? Die Nebukadnezar die zag een beeld, een heel groot beeld, en de kop ervan was van goud. Dat was het Babylonische Rijk dat heerste van 605 tot 593 before Christ, BC. En de heerser, de naam daarvan was Nebukadnezar. Dus dat rijk heeft bestaan en Nebukadnezar was de koning en de koning had daar het grote, machtige rijk. Is gewoon geschiedenis. En Daniël zegt, dat gouden kop, dat gouden hoofddeel, dat bent u. Na hem kwam het zilveren rijk van 539 tot 331 before Christ. En dat is van de Meden en de Persen. En Cyrus de Grote was de grote vorst daar. Gewoon geschiedenis. Kan je gewoon in elke Wikipedia, op elke geschiedenisklasje leren, dat het grote Tweede Wereldrijk was dat van de Meden en Persen. Dan komen we bij de Derde Rijk, dat was van brons. Dat waren de Grieken. Die hadden een wereldmacht over de hele wereld van 331 tot 168 before Christ. Alexander de Grote had het grootste rijk. Een wereldomvattend rijk. Heel interessant is ook dat bronzen, het leger van Alexander de Grote, was een totaal leger dat helemaal gefaciliteerd was van brons. De strijders hadden bronzen wapenuitrusting en wapens en alles was brons. Alexander de Grote, die dus, en dat was dus al lang nadat Daniël geleefd had, dus Daniël was al helemaal aan het goed profiteren. Hij gaf dus aan, dan krijg je het Griekse Rijk. Dan krijg je het IJzeren Rijk van de Romeinen, van 168 before Christ. En dan krijg je al die keizers, hè, zoals in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd, was het keizer Augustus. En dat gaat door tot 476 na Christus, AD. Dat zijn de Romeinen. En die hadden keizers en Caesars. Nou, dat is al veel bekender rijk. Als je Asterix en Obelix volgt, dan weet je dat de Romeinen en de Galliërs in strijd waren. Dat is trouwens ook de hele tijd gebeurd. De Romeinen hadden een enorme strijd te voeren met allemaal stammen van overal vandaan. Maar dat IJzerrijk, dus dat eerste, tweede, derde, vierde rijk van IJzer, dat was het Romeinse Wereldrijk. Is gekomen, heeft over de wereld geheerst. En dan komt er een beeldspraak over een rijk dat ijzer gemengd met klei of met leem is. En dat begint vanaf 476 na Christus. Dus deels Romeins, maar ook deels met zijn keizers en zijn caesars, maar ook klei. Oké, dat is raar. Dat hele beeld dat heeft dus verschillende tijdsklokken. Dat zijn de eerste koning, het eerste rijk, de eerste heerser. Dat is dus Nebukadnezar van Babylon. En zo krijg je die verschillende rijken. En uiteindelijk komt er een steen en die gooit dat rijk, onderste rijk van de ijzer en gemengd met leem, om. Het hele beeld kiept om en het is in 1 uur weg. Dat beeld heeft ook 10 tenen. Dus die voeten die hebben 10 tenen en die staan voor 10 stammen. Wat zou de betekenis zijn van dat laatste beeld? Want de Romeinen die hadden 10 stammen. 10 stammen waar het Romeinse Rijk uit bestond.
Je had de Alemanni, dat zijn de Duitsers. De Burgundians, dat zijn de Zwitsers. De Franken, dat zijn de Fransen. De Lombards, dat zijn de Italianen. De Saxons, dat zijn de Engelsen. De Sufi, dat zijn de Portugezen. En de Visigoths, dat zijn de Spanjaarden. Dat waren de zeven, de eerste zeven. En er waren er nog drie. De Heruli, de Ostrogoths en de Vandalen. De laatste is grappig, weet je wel, van Vandalen die zijn uitgestorven. Die laatste drie die zijn uitgestorven. Dus er waren 10 stammen die daar een onderdeel waren van het Romeinse Rijk. En aan het eind waren de 3 vielen er weg. Nou, wat is er dan nu gebeurd vanaf die laatste keizer? Ja, dus je had die hele tijdsloop van al die wereldmachten. En toen in 476 na Christus tot nu, dan spreken we over een beeld dat heeft een voet van ijzer en klei. Met 10 stammen. En dat was ook het beeld van Rome dat overging in 10 stammen. Rome was sowieso onder verdeling, want het was zo groot rijk geworden, dat de keizer had op een gegeven moment gezegd, dit is te groot. Ik moet van Oost-Europa helemaal tot West-Europa alles controleren, overal zijn vijanden, overal moet ik handel drijven, overal moet ik belasting innen. Wat is dat verschrikkelijk groot? En hij deelt zijn grote rijk in tweeën met een oostelijk deel en een westelijk deel. En het oostelijk deel gaat broer Constantijn leiden en eerst nog zijn andere neef. En op een gegeven moment worden die twee rijken echt verdeeld en krijg je een Romeins Rome Rijk aan de westkant en een Romeins Rijk oostelijk met Constantinopel, genoemd naar keizer Constantijn. Dus die ijzeren staat, die politieke macht van Rome, bestaat uit 2 dingen, want aan de ene kant had je Constantijn, die zich bekeerde tot het christendom. En aan de westelijke kant hadden ze een nieuwe keizer nodig. En toen hebben ze gewoon de paus genomen. De paus van de vorst van de bisschop van Rome hebben ze gezegd, wil jij ook de keizer zijn over het hele westelijke Romeinse Rijk? Dus ineens zien we dat de christendom van de paus in Rome ook ineens gemengd wordt. Zo goed en zo kwaad als dat kan, want hoezeer kan je nou klei met ijzer mengen, dat probeert gemengd te worden. En dat is een heel raar proces, want kerk en staat, kerk, hè, de katholieke geloof, en staat, de Romeinse staat, die werden vanaf 476 dus min of meer gemengd in het westelijke deel van Europa. En dat werd 1 onhandig rijk. Oké. We hebben dan, Constantijn gaf de macht van het westelijk deel van het rijk van de Romeinen aan de bisschop van Rome. Die bisschop die heette Vigilius. Ja. Dus aan de ene kant had je de bisschop die keizer werd, maar beide, dus die hield die 2 petten op, dus de keizerpet en de bisschoppet. En je had dus aan de andere kant Constantijn, waarvan jullie ook al misschien hebben gehoord en gelezen en vernomen, dat Constantijn ook inderdaad zich bekeerde tot het christendom. Ik ga even die vraag reageren. Heel bijzonder dat je tenen verplaatst naar de toekomst en niet in de tijd van Jezus. De steen, Juda, Jezus die zichtbaar wordt over de hele wereld. Dit staat er zo duidelijk. Ja, ja, ja. Dat doe ik inderdaad niet. Die steen die roest om dat hele beeld om te gooien. Trouwens, dankjewel voor je vraag. Vind ik erg sterk. Maar dat beeld dat is nog in proces. Dat is nog in de maak. Dat wordt zometeen uitgelegd in Daniel, hoe lang dat beeld van die cocktail van ijzer en leem, dat is niet 1 moment. Als dat er staat, dan pas komt die steen die dat hele beeld omkiept. En die steen is inderdaad Jezus, 100% met je eens. Alleen dat proces van hoe die cocktail van ijzer en leem samengevoegd wordt, daar ben ik mee bezig. Dus ik stel voor Jan dat je nog even je vraag opzout en dat je die nog eventjes meeneemt, want ik ga straks
vertellen wanneer het proces ten einde is. En dan kunnen we dan dus zien wat de Heer Jezus bedoelde met het omgooien van dat hele tijdlijn van al die wereldmachten. Ik hoop dat je daarmee instemt. Goed, dus dat proces van, ik ga eerst dus uitleggen hoe moeten we die leem en dat ijzer dan zien. Nou, het ijzer is Constantijn. Dat stond hij voor, dat was het Vierde Rijk van de Romeinen. En het leem is de mengeling. Het leem is ook in de Bijbel een beeld van, wij zijn de gemeente, is de pottenbakkersklei, of dat we moeten dingen van, de Heer zegt, ik ben degene die jou tot een beeld maakt. En sterker nog, Adam en Eva zijn nog uit de klei getrokken. En dus er zijn verschillende beelden waarin dus het klei eigenlijk staat voor de mens, of sterker nog, zelfs voor de gemeente. En er komt een soort mengeling die maar niet lekker werkt. Tussen Rome en Vigilius. Dus als Thorbecke in Nederland zegt, in 1800 zoveel, we moeten kerk en staat scheiden. En als er bijvoorbeeld in Amerika de staat United States opgericht wordt en ze zeggen kerk en staat scheiden, dan zien we hier in 400 dat de Romeinen kerk, bisschop, Vigilius, en staat, Romeinse Rijk, proppen in Rome. En zeggen het westelijke Romeinse Rijk is van nu af aan van de cocktail kerk en staat. Nou goed, daar krijgen we allemaal meteen natuurlijk de zenuwen van. Want dat is een lastige zaak. Eenwording van christendom en afgodenverering. IJzer is de staat, de politieke macht van Rome, en klei is de kerk van Rome. Dus die stress, dat gaat lastig worden. Want iedereen kan natuurlijk op zijn klompen aanvoelen dat als iemand ambtenaar is van de burgerlijke stand, of je bent de dominee, dat je niet van de dominee, dat doen ze in Amerika trouwens wel, maar dat je als het om aangaat, zijn mensen veel meer gehoorzaam aan geestelijke zaken dan aan aardse zaken. Ja, dus er zijn politieke bewegingen die zeggen wij willen juist alle geestelijke zaken, kerkzaken, mengen met zaken van de staat. Nou, dan gaat het hele leven makkelijker. Ja, behalve als je niet bij dat geloof hoort. Als bijvoorbeeld de politieke partij DENK of de SGP op een gegeven moment meer dan de helft van alle zetels krijgen. En bijvoorbeeld DENK zou uit de Koran gaan voorlezen in de Tweede Kamer. En de sharia op de Nederlandse bevolking leggen. Ja, nou, daar moet je maar wel voor kiezen. Maar dan gaan de geestelijke zaken voor de aardse zaken. En dan krijg je dus een zaak die dus in ieder geval de Nederlandse bevolking niet wilde. In de grondwet, bij Thorbecke opgeschreven. Wij willen scheiding van kerk en staat, maar hier is een proces dat leem en het ijzer moet gaan mengen. Heel interessant. Oké? We gaan kijken wat er in Daniël 2, vers 43, over dat mengen staat. Ik heb mijn bijbeltje gewoon opengehouden bij Daniël 2, vers 43. Ik lees het voor. Even kijken. U heeft gezien dat het ijzer vermengd werd met modderig leem. Ze zullen zich door dit menselijke zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten. Heel grappig, in dat Europa, dat mengen, daar zijn er 5 keer initiatieven geweest om echt te proberen Europa tot een eenheid te krijgen. 5 keer is er geprobeerd om één groot Europa te krijgen. En nu, op dit moment, weet je dat de 6e keer bezig is met een speciaal Europees leger en een EU in Brussel. Dus straks zullen onze kinderen zeggen, er is 6 keer geprobeerd Europa te veranderen tot een eenheid. Maar voor nu even, omdat we nog in het verleden bezig zijn, 5 keer. Het was eerst Chamberlain die in 768 na Christus tot 1814 heeft geprobeerd om één groot Europa te krijgen. Net als Charles V, net als Lodewijk XIV. Ook Napoleon heeft geprobeerd om Europa helemaal te verenigen. En Hitler heeft dat natuurlijk ook geprobeerd. En al die vorsten die kwamen bedrogen uit. Want het is net een kruiwagen kikkers. Die krijg je nooit van A naar B. Alright? Dus de stress. Het loopt wel heel erg parallel met wat we hier nu zo op dit moment in Europa zien. Dus je ziet dat proces van ze krijgen die eenheid niet lekker voor elkaar. Het tweede beeld. Want in de Bijbel wordt nooit een hele zaak vastgelegd op één getuige. Er zijn altijd 2 getuigen. Dus we gaan naar het tweede beeld. Dat is in Daniël 7.
Daniel heeft dus echt een heleboel knalharde eindtijdverhalen geprofiteerd, waar wij nu ontzettend veel voordeel bij hebben. Vers 17. Daniel 7, vers 17. En nogmaals, hè, ik stel het ontzettend op prijs als je feedback geeft of vragen. Hoe meer, hoe beter. Hij zag. We pakken even vanaf vers 15. Daniel was tot in het diepst van zijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor mijn ogen kwamen, verschrikten mij. Dus hij heeft hier een slechte, een zware, ellendige, verschrikkende visioen. Ik kwam in de nabijheid van hen die daar stonden en vroeg hen naar de juiste betekenis van dit alles. En hij vertelde mij die en hij liet mij de uitleg van die zaken zien. Die grote drie dieren, even kijken, zit ik in vers 17, vanaf vers 7, ja. Daniel 7, vers 17, ja. De heilige, de allerhoogste, zullen echter het even kijken. En hij vertelde mij, me liet zien de uitleg. Vers 17. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen. Tot een eeuwigheid. Ja, tot de eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wilde ik de betekenis weten van de vierde dier. Dat verschilde van al die anderen. Uitzonderlijk verschrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons. Hij at, verbrijzelde en de rest vertrapte hij met zijn poten. En van de 10 horens die op zijn kop zaten, en van die andere die oprees daardoor, waardoor er 3 afgevallen waren, namelijk die horens die ogen had en een mond vol grootspraak, en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen en dat zij hen overwon. Totdat de oude vandaag kwam, de heilige van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heilige het koningschap in bezit namen. Hier gebeurt wat anders. Hier zegt Daniel, ik zie 4 dieren uit de zee opkomen. Hij ziet, pok, pok, pok. Hij zegt, het is verschrikkelijk, angstaanjagend, gruwelijk eng. Oké, Daniel heeft dus een tweede beeld. Het eerste beeld was die standbeeld, dat standbeeld. Het tweede beeld waren 4 dieren. En hij zegt, dat zijn 4 koningen. En het eerste beest was een leeuw. En het tweede beest was een beer. En het derde beest was een panter. En het vierde was een draak. 4 beesten uit de zee zijn 4 koningen met hun 4 koninkrijken. Het vierde dier had 10 horens. De leeuw is Babylon. Zelfde beeld, zelfde beeldspraak, zelfde dier. Het is een leeuw voor Babylon. De beer is het Assyrische Medië-Persische Rijk. De panter van de Grieken en de draak van de Romeinen. Het Nieuwe Testament wordt voor de draak ook soms de wolf gebruikt, die met een valse leer komt. De draak, de Romeinen. Dus die 4 dieren en dat vierde dier, die draak, die staat dus voor het ijzeren deel van Nebukadnezar. Die draak, die Romein, die had 10 horens. Nou, we hebben net gelezen wat die 10 landen waren, die 10 stammen. En 3 daarvan werden er uitgegooid. Krijg nou wat. En 1 kwam er tussen met ogen en een hele grote mond die allemaal verschrikkelijk zat te vloeken en te tieren. Welke kleine horen is dan nadat die 3 stammen zijn uitgeroeid en uitgemoord en dood zijn gegaan, uitgestorven zijn, welke kwam dan daarna? Dus toen er van de 10 nog 3 dood waren, ik heb je net de namen genoemd van diegenen die stammen die uitgestorven zijn, wat kwam toen daarna? Nou, we gaan het eens eventjes kijken wat daarna kwam. Dus de horens die uitgestorven zijn, zijn groep Heruli, Ostrogoths en Vandalen.
En er komt één kleine hoorn bij. Er komt één kleine hoorn bij. Wat is er met die kleine hoorn te zien? Wat is daar gebeurd in die setting? Het enige wat erbij gekomen is, is dat kleine landje, het Vaticaan. Want dat kreeg de leiding. Die kleine hoorn met die ogen en die grote mond, die heeft een aantal kenmerken, lezen we hier. In de eerste plaats is het een koninkrijk, een grootmacht. Een kleine hoorn die wel een koninkrijk is. Het Vaticaan is officieel een koninkrijk. Het is een macht. Die hoorn die werd macht gegeven. Hij had grootspraak. Dus hij vloekte. Even wat is grootspraak? Wat is nou vloeken? Wanneer ben je nou echt aan het vloeken? Er staat die kleine hoorn, die had allemaal grootspraak. Die vervloekte God. Dus die draak, die had eerst 10 horens, dan gaan er 3 eruit. Hou je dus nog 7 over en dan komt één bang, kleine bovenuit. En die heeft grote ogen en die heeft een grote mond. En die met die grote mond doet die vervloekingen. Nou, weet je wat? We vragen gewoon eventjes aan de schriftgeleerden van toen wat hun dachten bij vloeken. Het eerste is Johannes 10, vers 23 tot 33. Wat is vloeken? Wat is dat? Wat zegt de Bijbel over vloeken? Wat zegt de Heer Jezus over vloeken? Wat zei de Heer Jezus in de gesprekken over vloeken? In Johannes 10 staat een mooi verhaal daarover, waar het dreigt mis te lopen met Jezus zelf in zijn bediening. In vers 23 van hoofdstuk 10, daar zegt op een gegeven moment Jezus op het feest van de tempelwijding. Hij liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons toch in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die doe ik in zijn naam. En diegenen die getuigen, die werken, die getuigen van mij. Maar u gelooft ze niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan, in eeuwigheid niet. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Mijn Vader dan, hen en die hij, mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: nou, ik heb vele goede werken van mijn Vader laten zien hier. Vanwege welke van die goede werken stenigt u mij? De Joden antwoordden: wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf maakt tot God. Dus als je als mens jezelf maakt tot God, ben je een vloeker. Dus de eerste Bijbelse definitie van iemand die vloekt is iemand die zichzelf tot God maakt. Dat is de eerste definitie. Dus iemand die zegt: ik ben God. Een mens die dat zegt, die vloekt. Dus de definitie van vloeken is de eerste: hij maakt zichzelf tot een God. De tweede gaat in Markus 2, vers 4 tot 7. De tweede definitie van vloeken is een heel ander soort. In Markus 2 staat dan dat de Heer Jezus een wonder doet. Vers 4 tot 7. Ja, dan op een gegeven moment willen mensen hun vriend bij Jezus brengen en de plek is te druk. En dan maken ze maar gewoon het dak open waar ze waren en ze laten hun vriend via zijn lichtmat met touwen naar beneden takelen. En toen Jezus het geloof van zijn vrienden zag, die hem, die man die ziek was, naar beneden takelde, zei hij tegen de vlamde: zoon, uw zonden zijn vergeven. En er zaten daar enige schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op deze manier godslasteringen uit? Hij zegt: het is dus een godslastering als een mens. Het is een godslastering als een mens zegt: ik vergeef je je zonde. Dat zijn de twee dingen die speelden rondom Jezus.
Dus vloeken betekent zeggen ik ben God. En ten tweede is vloeken zeggen ik vergeef je de zonde die je hebt gedaan. Dat zijn vloeken. Oké. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. Dat er dus die kleine horen, dat die zat te vloeken. We gaan even terug weer naar Daniël 7. Ben je er nog? Gaat het goed? In vers 25 staat dan: woorden sprak deze kleine horen tegen de Allerhoogste. De Heilige en de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden de wet veranderen en ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en halftijd. Ik pak even nog eventjes iets eerder. Vanaf vers 23. Over het laatste dier. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschilt van al de andere koninkrijken. Het zal de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. Dus die draak die is niet mis. En de 10 horens duiden aan dat het gaat om 10 koninkrijken. We hebben net hun naam gelezen. En ze zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Dus die vandalen die haken weer af. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De Heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal de tijden en de wet willen veranderen. Ze zullen in zijn hand worden overgegeven. De tijd zal en de tijden en de halftijd zullen door de draak worden overgenomen. Daarna zal hij het gerechtshof zitting houden en men zal van zijn heerschappij van hem ontnemen. Oké, wat zien we hier? We zien hier dat ook de tijden in de hand zijn van de draak. Een tijd is 1 jaar. Ezechiël wordt gevraagd om in Ezechiël 4 om boete te doen voor het volk. En dan zegt hier, ze hebben 360 jaar gezondigd. Ik wil dat jij 360 dagen op je zij ligt. Voor elke dag een jaar. In Numeri hebben de Israëlieten gezondigd. En zegt de Heer, ik wil dat jullie 40 dagen boete doen. Want jullie hebben 40 jaar gezondigd voor ieder jaar een dag. En op een gegeven moment komen er allemaal mensen naar Jezus toe. Die zeggen, je moet oppassen voor Herodes. Want hij wil je doden. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas 13 vers 31. Hij zegt, zeg maar tegen die vos, Herodes, dat ik even bezig ben. 1 dag, 2 dagen en een halve dag. Nou, jij en ik weten wel dat de Heer Jezus langer heeft dienst gedaan. Hier op aarde heeft in de bediening gestaan. Niet 3,5 dag. Nee, 3,5 jaar. Dus een dag is een jaar. Een tijd is een jaar. Tijd, tijden en halve tijd. Een tijd of een dag is een jaar. Dus tijd is 1 jaar, tijden is 2 jaar en een halve tijd is een half jaar erbij. Is samen 3,5 jaar. Nou, in de kalender, in de Hebreeuwse kalender, hebben we in een maand 30 dagen. Niet 31 of 28, altijd 30. Die 30 dagen, als je weer even kijkt naar de maanden, 12 maanden, 24 maanden en 6 maanden is samen 42 maanden. Soms kom je letterlijk het woord 42 maanden nog in de studie terug tegen. Keer 30 dagen, nou ik weet niet of je een beetje snel met rekenen bent, maar 42 keer 30 is 1260 jaar. 1260 jaar. Oké. Dus de draak heeft 1260 jaar. En we weten wanneer de draak begon. Want we weten ook wanneer
Het IJzeren Rijk eindigde. En daarna begon het Rijk van IJzer en Leem. Oké, nou wordt het geschiedenis. Nou, laten we eens even kijken. Dan ben ik wel benieuwd. Even, wat zijn nou de kenmerken even op een lijn van die kleine hoorn? Dat kleine ellendige dingetje, die dus drie moesten eruit. De vandalen moesten eruit en de moeilijke twee andere namen eruit. En dan komt er een zo'n eenhoorntje komt er bovenuit. En die eenhoorn die zegt, ik heb een grote bek. Ja. En hoe lang gaat die nou heersen? Wat zijn de kenmerken van de kleine hoorn? In eerste plaats is het een klein koninkrijk. Oké, helder. Dus niet groot. Hè? China is groot, India is groot, Rusland is groot. Klein. Het komt voort uit 10 koninkrijken. Dus die 10 stammen, daar komt het uit voort. Dus die 10 eerst, en dan die 10. Dus je hebt eerst 10 horens en dan pep, daaruit. Het komt nadat het verdeeld is. Dus er was een verdeling. In oost en west. Wat komt er na de verdeling van oost en west? Het ontwortelt 3 stammen. Daar gaan de vandalen weer. Het verdeelt het koninkrijk, wat verdeeld is in 2 rijken, en smelt het samen tot, waar we het net over hebben gehad, kerk en staat. Het heeft een mens, een man, als boegbeeld. Staat in Daniël 7, vers 20. Het zal vervloekingen uitspreken. Wat zijn vervloekingen? Vervloekingen zijn dat iemand zegt, ik ben God. Of dat iemand zegt, ik kan jouw zonde vergeven. Hij zegt God te zijn, of zonde te vergeven. Hij voert oorlog met de heiligen. Oorlog met de heiligen. Hij denkt de tijden, we hebben het nog steeds over kleine hoorn, hè? De kleine hoorn denkt de tijden, de profeten en de wetten te kunnen mogen veranderen. Te kunnen veranderen. Dus die kleine hoorn die denkt van kom, we gaan de tijden veranderen. We gaan de agenda's door elkaar heen doen. We gaan de profeten even andere dingen laten zeggen. Kom, we gaan de wetten eventjes veranderen. Hoeveel wetten hebben we? Wat zijn de tijden? Wat zijn de kalenders? Wat zijn de dingen? Die gaan we even veranderen. En hij overheerst de heilige 1260 jaar. De kleine hoorn is de paus. Nou, die foto die komt er blauwend uit. Maar ik heb ook niet mijn best gedaan om hem zo mooi mogelijk neer te zetten. En daarin zeg ik niet iets heel erg stouts. Luther zei, het beest is de paus. De Engelse Bijbel is vertaald door Tyndale, die zegt, het beest, de kleine hoorn, is de paus. Calvin zegt, het beest is de paus. Alle reformators, Jan Hus, Knox, zeggen, het kleine beeld, de kleine hoorn, is de paus. Dus als jij zegt, oh, we hebben zo'n aardige man in zo'n deemoedig klein Renaultje rondrijden, die allemaal gevangen vrouwtjes allemaal de voeten was, wat is hij toch de man of the year? Ik zeg niet of hij goed uitgekleed, goed gekleed rondgaat. Ik zeg niet of hij misschien wel aardige ogen heeft, maar ik zeg alleen dit, er is maar één op wie al deze punten passen. Er is maar één klein koninkrijk. In de wereld. Heel klein. Het heet het Vaticaan. Er komt er maar eentje uit Europa voort. Met het verzoek om Europa voort te gaan. Met het jaartal erbij. Met het verzoek dat de ene keizer zegt. Wil jij het Westen wil leiden? En dat is het Vaticaan. Die de macht krijgt uit de verdeling tussen Oost en West. Het is alleen de paus in het Vaticaan. 3 stammen wilde de paus ook echt feitelijk nooit meer zien. En hij heeft de keizer van het oostelijk Romeinse deel, Rijk, gevraagd. Wil je nog eventjes een goede nalezing houden dat die volken nooit meer de kop opsteken, die 3. Wat doet de
de paus, die brengt kerk en staat samen. Ja. Het is maar eentje waar een man een boegbeeld is, de paus. Hij zegt, en ik heb daar heel veel notities van, en mocht je die willen, dan kun je dat vragen, maar dat kon allemaal niet op mijn biemetje, maar als je gewoon de catechismus, de Wikipedia en het blad van de, gewoon het lijfblad, de fundamenten van de geloofsbelijdenis van de katholieke kerk neemt, dan zegt de paus en de regels over de paus zeggen, als de paus gesproken heeft, is dat evenveel waard als dat Jezus gesproken heeft. Ik ben God. Gods beeld hier op aarde, de vervanger van Jezus. Dus hij zegt, ik ben God. Daarbij, zegt de paus, ik kan je je zonde vergeven. Dat doe je in een biechthokje. Maar hij doet dat ook officieel, groot in het groot. Hij is degene die vorsten hun zonde kan vergeven, zegt hij. Ze zijn niet vergeven, het is een schande voor de eeuwigheid. Maar hij zegt het wel. Dus hij vloekt. Hij is degene die met die grote mond zegt, ik kan ook als God handelen. Wat ik beslis is ook van Gods wegen geadresseerd. En ik heb ook de macht. Zijn eigen woorden. Door niemand over nagepraat uit de eigen catechismus. Dus als je even wat moeite neemt om te kijken wat zegt de paus over het pauselijk ambt, dan staat er gewoon, als God in staat en gerechtvaardigd om zonde te vergeven. Vloeken. Hij voert oorlog met de heiligen. We zijn allemaal diep aangeslagen, wat het Joodse volk is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb zelf een lange studietocht gemaakt in Auschwitz. En één keer dat gezien, dat hecht zich in je gedachten vast als iets wat je nooit meer mag vergeten. En waar je altijd rekening moet houden. En nooit meer onderdrukking. We weten dat zijn 6 miljoen mensen die daar op een verschrikkelijke manier in 5 jaar tijd vermoord zijn. Maar weet jij hoeveel? Heb je een idee? Heb je een idee hoeveel bijbelgetrouwe gelovigen, hervormers, zoekers naar licht en waarheid. Heb je enig idee hoeveel heiligen de inquisitie in zijn geschiedenis, de uitvoerders van het oordeel van de katholieke kerk, hoeveel mensen die vermoord hebben in hun bestaan? Er zijn schattingen en samenstellingen, niet door medestanders of tegenstanders, maar gewoon analisten, hebben gezegd, dit moet minstens 150 miljoen zijn. 150 miljoen, waar je de Duitsers alleen maar kan toegeven dat ze het snel en effectief doen, daar kan je de inquisitie alleen maar toegeven dat ze het langzaam en verschrikkelijk deden. Villen, koken in pannen, uitrekken, uit elkaar trekken, paarden gebruiken om uit elkaar te... Het kan niet erg genoeg. Dus waar de Duitsers het schoon en snel deden, daar deed de inquisitie het langzaam en verschrikkelijk. Die oorlog met de heiligen, die gevoerd is door de inquisitie, de jezuïeten, in opdracht van papa, is zo'n uitzinnige grote zee vol bloed. Dat oordeel dat gaat komen over de draak die de martelaren heeft nagejaagd. Tijden veranderen. Gewoon nieuwe feesten erbij plakken. Nieuwe tijden creëren. Andere maanden, andere namen geven. Gewoon heidense goden toevoegen. Andere feesten verplaatsen. Wetten veranderen. We gaan er zo meteen nog meer over zeggen. Maar er zijn gewoon de 10 geboden zijn gewoon door de katholieke kerk herschreven en anders verdeeld. Dus bijvoorbeeld wet 2 hebben ze niet en wet 4 hebben ze niet. Daar hebben ze gewoon wat anders van gemaakt. Gewoon herschreven. En dan zijn er nog een heleboel wetten die ze helemaal aan God hebben gedaan. Dus de brutaliteit. Nou, ik ben toch God, dus dan kan ik ook wel even wat anders bedenken. En in 538 is de kerk een staat met de eenheid aangaan. Een eenheid en kerk en staat zijn één. Deze grote mond, dit kleine horentje, is de paus. Nou, dan heb je het natuurlijk al helemaal door. Dan op een gegeven moment, dan, wat krijg je dan? Die paus die wordt maar machtiger en machtiger.
Die had er ook wel fratsen bij gehaald ook hoor. Die heeft gewoon een hele andere hemel bedacht. En een hele andere hel. En in de hel ging iedereen in een putje met vuur. Kwam er steeds een demon en die vulde het putje waar je in zat weer met nieuwe zwavel en vuur. Zodat je lang zou branden en gillen. Zo gillen in het hiernamaals, in het vage vuur. Dat ze het hier op aarde nog horen. En dan kwam de kapelaan langs en die zei dat tegen de priester. En die zei tegen de goedgelovigen, horen jullie je ouders ook gillen? Hebben jullie wel af laten betaald voor jezelf, dat je dat niet overkomt? Want je weet niet half hoe brandwonden zeer doen. En die mensen die waren niet zo erg geletterd en die hadden de Bijbel niet om als naslagwerk te controleren, om alles te toetsen. Dus die priesters die zeiden van je moet betalen, want misschien wordt het leed van jouw ouders die al overleden zijn dan iets minder. Het geld stroomde binnen. In een hele arme economie konden ze oneindige gebouwen zetten en verschrikkelijk veel mensen in dienst nemen en in uniformen hijsen om maar gewoon... Omdat het volk niet wist hoe ze betalen moesten. Omdat ze gewoon de kardinalen hebben gewoon een paar even een dikke hel bij bedacht. En even vage vuur erbij bedacht. En dat bracht toch veel geld in het laadje. Ja, dan als je toch God bent, dan kan je dat er ook wel bij bedenken. En dan vermom je wel het officiële geloof. Nou ja, jammer dan. We kunnen er wel mooie, hele mooie gebouwen van bouwen. Van goud. Helemaal. En heel hoog. Allemaal. Dat was dus wat ze deden. Nou, Napoleon, als een echte revolutionair, die was daar zo klaar mee, joh, met die paus. Dus Napoleon zei, ik word zo gek van die paus. En toen waren in die tijd dat Napoleon de keizer was van Frankrijk. Toen was die paus ook zo corrupt als de pest. En die deden maar. En Napoleon, die was nog een inborst die iets af van verandering wilde. Dus die heeft zijn generaal Bugier naar Rome gestuurd. En zegt, neem die stad in, roof al die gebouwen leeg en dood de paus. Dus generaal daarheen, in opdracht van Napoleon. En die dood, keurig, na 1260 jaar, de paus. Is het begonnen, het Rijk van de Draak, of zoals je wilt, het Rijk van Leem en IJzer. Het is 1260 jaar over de mensheid uitgegoten. En in 1798 komt Napoleon met zijn legers Rome binnendenderen en ze zetten de paus af. En het is einde kleine hoorn. En als je op Wikipedia kijkt naar de lijst van de pausen, dan zie je ook braaf dat gewoon Pius de zesde is de laatste. En die vindt een gruwelijke dood. Hij wordt nog wel eerst in gevangenschap gedaan, maar hij heeft het helemaal ellendig. En die Napoleon die heeft gewoon al dat geld uit Rome weggehaald en dat gebruikt voor legers. Dus je moet wel guts hebben als je als Napoleon gewoon zegt van... Maar even over Napoleon. Napoleon is aangestuurd door de Illuminati en de bankiers van datzelfde Rome. De masterminds, de occulte tovenaars die keurig hun bijbeltje volgen, want die moeten doen wat Yahweh hun opdraagt. En die geven dan zo'n Franse revolutie, die starten ze op, die voorzien ze van geld, ze trainen de leiders die worden groot, en zo'n leider die doet dan op aansturen van zijn bankiers en op aansturen van de sionisten en de occultisten en gewoon Satan himself, de heerser van deze wereld, zorgt dat keurig op tijd, want Satan die kan natuurlijk niet bij God de Schepper langskomen in de hemel om te zeggen, ja ik ben een jaar te laat, ik heb de pauze een jaar te laat afgezet, want hij is de heerser van deze wereld, maar dat ontslaat hem niet. Om zich te houden aan de wetten van die voorgezegd zijn honderden jaren voor Christus. Dus de heerschappij van Yahweh gaat hierboven. Dus de occulte mensen moeten nog steeds doen wat de schepper van deze wereld zegt, ook al zijn ze nu in charge. Dus als Nebukadnezar een droom krijgt die de Heer hem geeft en Daniel geeft hem de oplossing, dan gaat die droom vervolgens wel precies gelden. En dan moet daar in dat jaar 1700...
98 wel iemand afgezet worden. Anders zijn die jaren niet volledig. Dus net als dat het hele verhaal van Mozes tot niks leidt als er geen farao is die zegt van laat de Israëlieten maar slaven zijn. Zo is ook hier die 1260 jaar gewoon vastgelegd in de 600 jaar voor Christus door Daniël. Alles is nog steeds in de machtige hand van Yahweh. Het is niet out of control. Heb nou geen paniek. Het is zelfs op het half jaar scherp. Helemaal voor elkaar. Napoleon doet precies wat de schepper hem opdraagt. Ik kan er helemaal van in verwarring raken. Ik kan er helemaal van... Hoe zit dat dan? Ja. Maar dat zijn dus niet volgelingen van Yahweh. Dat zijn dus occulte mensen. Dat zijn de mensen van de bloedlijnen, van de satanisten, de New World Order, de illuminatie. Maar die worden weer geleid door occultisten, van die echte hardcore magiërs en tovenaars. En die lezen de Bijbel wel. De Satan leest de Bijbel ook, want dat is gewoon zijn spookboekje waar hij zich aan dient te houden. Hij doet niet de wil van de vader, maar hij is wel gedwongen te doen wat de vader hem zegt. Dus Napoleon zet precies op het juiste jaar de paus af. En dan is er, zoals het staat, dan is er niks. Is er niks? 1798, was dat het eind van de wereld? Nee, dat was niet het eind van de wereld, want er komt nog meer. Heb je het in beeld tot nu toe? Dus we hebben het beeld van Nebukadnezar. We hebben de vier dieren en we hebben het kleine hoorntje. En we zitten nu in 1798. Daarom, Jan, zei ik, we moeten nog even wachten met die steen die naar beneden rolt, want we zitten pas in 1798. Maar dit betekent wel dat je bijvoorbeeld niet meer een half jaar moet zeggen van, oh, de eindtijd duurt nog 3,5 jaar. Nee, die hebben we dus gehad. Die eindtijd van dat doden en oorlogen met de martelaren, verleden tijd. Oh, wacht even. Dus we hebben hoeveel grote verdrukking denk je dat die mensen die achterna gezeten werden door de inquisitie, hoe groot moest die verdrukking eigenlijk zijn? Die zijn gekookt in olie. Die zijn uit elkaar gereid, getrokken met wielen en zo. Die zijn gevild. Hoe groot moet jouw verdrukking zijn? Het klopt gewoon zoals het voorzegd is. We gaan gauw door. Er valt nog veel te zeggen. Dus die paus, kijk maar in Wikipedia. Een half jaar geen paus. 600 jaar voor Christus voorzegt wat er hier in Wikipedia staat over 1700. Ik vind dat geweldig. Nou, gaan we door naar de nieuwe tegenwoordige tijd. Ben je nog... In beeld? Vind je het nog leuk? Speciaal, hè? Gods wegen zijn zo hoog en verheven. Je kunt er niet bij. Oké, we gaan nu naar het nu. We gaan naar het nu. Gaan we naar het nu? Ja. Oké. En die 17 zoveel dan? Daar gaan we even een terug haakje bij doen. Maar dan lezen we in het Openbaring. Eindelijk kunnen we naar Openbaring. Openbaringen 13 vers 1. Lees met me mee. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik word steeds enthousiaster. Aan het eind van de 2 uur zit ik gewoon helemaal in extase te gillen van blijdschap. Dit is zo ontzettend rijk. Het klopt gewoon op de maand. Dat fascineert me. Ik begin nu al gewoon een beetje enthousiast te worden, dus ik moet mezelf temmen. Rustig, Peter. Rustig, relax. Openbaringen 13 lezen wij. Vers 1 tot en met 10. Het beest dat uit de zee opkomt. Vrienden, vriendinnen, broeders en zusters, boeren, burgers en buitenlui. De volgende scène dient zich aan. We hebben gehad een beeld. We hebben een 4 dieren gehad. We hebben een klein, groot, brutaal hoorntje gehad. We gaan het hebben over een nieuw dier. Het tweede beest. Beest uit de zee. En nu komt het beest uit de aarde. Ja, are you with me? Oké, daar komt hij. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 7 horens had. Even nadenken, gaat het nou goed? En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslastige naam. Oké. En het beest dat ik zag leek op een panter. Oké, ik moet nog eventjes terug. Ik ga even iets te snel. Maar lees maar met me mee. We hebben het dus nu nog eventjes over 4 dieren uit de zee. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. Ja, het lijkt wel alsof ik in Daniël zit te lezen. En de draak gaf hem de kracht, zijn troon en grote macht.
Dus hier wordt gewoon in Openbaring herhaald wat we net besproken hebben, wat er in Daniël staat. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk verwond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. In 1700. En de hele aarde ging het beest met zijn verwonding achterna. Een half jaar lang is dus de paus doodziek geweest onder het regime van Napoleon. En zij aanbaden de draak. Dus toen begint het aanbidden van de draak. Omdat hij aan het beest de macht gegeven had. Dus de draak heeft aan het beest de macht gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk? En wie kan de oorlog tegen hem voeren? En nu gaat het over de beest, en dan ben ik wel bij het punt waar ik was. De draak geeft de macht aan het beest. Nieuw beest, tweede beest. Beest dat op het land staat. En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. Hey, dat is net hetzelfde. En er werd macht gegeven om dit 32 jaar lang te doen. 42 maanden lang te doen. En hij opende zijn mond om God te lasteren en zijn naam te lasteren. En zijn tent en die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. En hen te overwinnen. Ik val toch een beetje over mezelf heen doordat ik zo enthousiast ben. Dit is nog steeds dat eerste beest. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Allen die op aarde wonen zullen het beest aanbidden. Althans, van hen die de naam niet zijn geschreven in het boek van het leven, van het lam. Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Nou komt er een dier. En dat dier dat geeft leiding. 42 keer 30, 1200 jaar. En die macht is er. En iedereen aanbidt dat beest. Dat is hetzelfde beest als Daniël 7. Nou, volgens Openbaringen 17 vers 15 is de zee het beeld van de volken en de menigte en de natie en de talen. Uit de volken en de natieën en de talen komen vier beesten en met name de laatste is natuurlijk die draak die horens had. Vergeet nog even dat stukje wat ik net zei, dat zei ik fout over dat dieren van het land. Dat komt zo. Dit is nog even een recap over de vier dieren uit de zee. Want in Openbaringen 4 vers 5, ik zit namelijk wat referenties uit de Openbaringen te klikken met Daniël. Zodat je ziet van, dat zijn gewoon dezelfde beschrijvingen. Dus Openbaringen staan gewoon beschrijvingen in van Daniël. En dan staat er dat die draak in vers 4... iets speciaals doet. Nou, die draak, dat weten we, dat is het vierde dier. En we weten, dat is het IJzer, dat is het Romeinse Rijk. Wat heeft het Romeinse Rijk dan zoal gedaan? In Openbaringen 12, vers 4 en 5 staat. En zijn staart van die draak veegde een derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodat zij het gebaard zou hebben en zij baarden een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Die draak die probeert dat kind dat geboren wordt te doden. De draak is altijd een beeld van de satanisme. En in de tijd van Egypte was het de farao die probeerde de jongetjes te doden. Mozes is gevlucht uit het mandje en die kon dat ontlopen, maar er waren heel veel kinder- en babyslachtoffers. Moloch in de tijd van Elia die kinderoffers ontvang. Maar ook Rome in de tijd van dat de Heer Jezus geboren werd. Rome die dus probeert 300 kinderen in Rama te doden. In Matthäus 2 vers 16 zijn er meer dan 300 kinderen tegelijkertijd vermoord om maar te zorgen dat Jezus ook mee geoogst werd. Dus Rome is een kindermoordenaar, zoals de draak een kindermoordenaar is. De Zoon van God is door Rome veroordeeld aan een martelhout. De Inquisitie is door Romeinse
Jezuïeten. De katholieke kerk heeft die 150 miljoen mensen oorlog gevoerd en gedood. Dus het zaad van God, de baby's, de kinderen, de zwakken, de ellendigen, zijn steeds door Rome, door de draak vermoord en gedood. Dan gaan we naar Openbaringen 13, vers 11 tot 14. Het beest dat uit de aarde opkwam. Oké, je zag, ik was even wat te vroeg. In Openbaringen 13, vers 11, hebben we dus het volgende beest dat zich aandient. We hebben dus nu even een recap gehad vanuit Openbaringen over wat we allemaal al eerder gehoord hadden. En nu gaan we naar het beest uit de aarde. En ik zag een ander beest opkomen. En het gaat dus nu over het nu. We hebben dus de geschiedenis gehad. We zitten nu ergens in het jaar 1700 zoveel. En dan komt een nieuw beest op de proppen. Daar verschijnt op de bühne. De volgende scène gaat in. En ik zag een ander beest opkomen. Er komt een nieuw beest uit de aarde. Dus niet op de zee. En het had 2 hoorns. Als die van het lam. Maar het sprak als de draak. Dus het ziet er heel aardig uit. Maar het is gewoon de draak. Dat is nog eens een vermomming, hè? Dat is nog eens een latexversie. Dat je er dus een draak propt in een lam. En je denkt dat je een lam ziet, maar het is een draak. En het beest uit de aarde oefent al de macht van het eerste beest. Oké, dus hij heeft wel alle macht. Voor zijn ogen uit. Dus ze doen het gewoon voor elkaars ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden. Dus het tweede beest zorgt ervoor dat het eerste beest aanbidden wordt. Oké. Waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Komt een nieuw beest. De buffel. De buffel met 2 hoorns. Het beest op de aarde. Oh ja? Wat? Waar komt dat nou vandaan? Dat komt hier vandaan. Er is een supermacht. Er is er maar één die opgericht is in 1776. Die zich vestigde in het Westen. Die een nieuwe wereldorde oprichtte. Die in een onderbevolkt land voet aan wal zet. Keurig christelijk land, maar met scheiding van kerk en staat. Het was een de allerlaatste opgerichte protestante republiek, United States of America. Nou is dat land geworteld aan de buitenkant als een keurig christelijk land, maar alle oprichters waren vrijmetselaars. Bezeten lui die een verborgen agenda hadden. Dat zie je vanaf dag 1. Op hun geld staan occulte tekens. Op al hun gebouwen staan occulte tekens. Hun infrastructuur, hun aanliggen van straten. Het is allemaal geheime ellende. Maar even over dat oprichten. Van wanneer was dat nou? 1776. Dus in 1700 is er een grote wisseling van de wacht geweest. De paus die is gevangen gestaan. Maar na een half jaar kwam er weer een nieuwe paus. En toen begon hij weer. En het stond alleen maar in de Bijbel. Hij moest een verschrikkelijke wond ervaren. Nou, die wond, dat heeft hij te danken aan Napoleon. Maar Napoleon is gegaan. En ook op een gegeven moment gaan de pauzen weer door. Maar het is aanmerkelijk anders nu. Want er is nu niet meer een hele grote Europa onder leiding van Rome. Dat is nu anders. Maar tegelijkertijd komt dat tweede beestje, dat buffeltje, op de aarde. En die heeft maar 2 hoorns. En die heeft zijn oprichting in die periode gehad. En dat is de New World Order. Dus die Amerikanen, die dus daar zo mooi met al hun christelijke beginselen in God We Trust, dat werd na een tijdje in Gold We Trust. Nee, het scheelt maar 1 letter. Maar het begin is daar. En dan komen de hele rij van presidenten die allemaal hun acts of evil hebben en hun war against terrorism. En ze hebben al hun machtige onderdrukking van de hele wereld. Ze noemen zichzelf ook de politiemacht van de wereld. En onderwijl is er een proces gaande. En onze laatste president, die wij gadeslaan op de televisie en in de media,
die brengt die twee helemaal weer terug. Christendom, katholicisme en staat. We hebben maar één doel. Om eer te geven aan het eerste beestendrak. Er is maar één gevaar met president Trump. Er is maar één gevaar. Dat hij alle religieuze zaken zo onder zijn hoed brengt. En dat is nou precies wat niet moet. Waarom moet dat niet? Omdat dan de kerkbaas de wereldleider is. Dus met zijn geld wordt dan alles gedaan. Je weet toch ook wel dat de katholieken zo'n beetje eigenaar zijn van heel Israël. Dus als ze daar een tempel neerzetten, is dat gewoon hun business. Dat is in hun achtertuin een extra gebouwtje erbij. Dat doet ze niks meer. Dus ze kunnen gaan wereldheersen. En dan beginnen de grote veranderingen door te voeren. Ja? In Maryland, in Washington, wordt de staat, worden de officiële gebouwen gebouwd. Het gebouwd Capitol is gewoon dezelfde architect aan het sleutelen geweest als aan de Sint-Pieter. En de kerk en staat worden samengevoegd. Oké, Trump en de paus staan nu hand in hand. Ze hebben voor het oog hebben ze grote oneenigheid over de immigratieproblematiek. Maar die lui die kennen elkaar door en door, omdat ze een en dezelfde aansluiting hebben met het occultisme en gestuurd worden door de heersers van deze wereld. En dat is de Satan. En de Satan die weet dat hij Amerika moet gebruiken als het dier op het land. Om de aanbidding van de draak mogelijk te maken. Dan nog even terzijde wat zijn schoonzoon allemaal aan het doen is in Israël voor één geloof. Maar dat komt zo nog even. Dus we hebben aan de ene kant het beest uit de zee. En we hebben aan de andere kant het beest op het land. Dus het beest uit de zee, dat heeft dus een hele geschiedenis van 538 toen dus Rome begon, 1260 jaar erbij dat. En dat het beest uit de zee tijdelijk door Napoleon op schaakmat gezet wordt. En in diezelfde tijd, 1798, 1776, komt dat Amerikaanse Rijk op om daar als de stok van de heerser van deze wereld de aarde bij te sturen. Je hebt dus een hiërarchie in de wereld. De heerser van deze wereld is Satan. Hij geeft zijn directe commando's aan de kardinaal. Kardinalen. Waarschijnlijk is kardinalen. Dan heb je de multinationals. Die zijn op dit moment veel machtiger dan de meeste koningen en presidenten. En dan heb je de overheid. En dan heb je de bevolking helemaal onderaan. En dan heb je daar nog weer onder één groep mensen. En die zeggen niet ja tegen de keizer, maar die zeggen wij dienen een andere, wij dienen de schepper, wij dienen Satan niet. En dat zijn de mensen van de weg, daar hoor ik toe. Dat zijn zeker geen christenen, maar dat zijn de mensen die, zoals Paulus zich liet noemen, wij zijn de mensen van de weg, wij volgen Jezus de weg, de waarheid en het leven. Wij zijn ook onderweg. Wij gaan van plaats naar plaats om iedereen het evangelie te vertellen. Wij bouwen ook geen burchten om voor eeuwig te leven. Ons huis is in de hemel. Wij zijn van een klein huurhuisje of van kleine bezittingen. Wij zijn onderweg om een wereld te redden. Wij zijn mensen onderweg. En we zullen zeker niet knielen voor het beeld van Mammon. Of voor het beeld van de draak. Of voor de Moloch. Zeker niet. Ze kunnen ons van alles. Maar de feesten van de kardinaalfeesten zullen we zeker niet vieren. En we zullen ons ook maar te beperkt stellen onder de autoriteit van de koning en de overheden. Want zodra die overheden dingen van ons vragen die niet lopen parallel met de Bijbel. Ja, en als we dan moeten vluchten, dan gaan we maar. En zo zijn we een kleine groep onderweg. De mensen die niet hun knieën hebben gebogen voor de draak. En dat zijn de mensen van de weg. Het mooie alleen daarin is, Dit doet wel heel erg ellendig aan. Zie mij nou in mijn greppeltje langs de weg, de mensen van de weg. Deze mensen hebben wel de macht gekregen om op schorpioenen en slangen te treden. En Satan is de slang. En met het spreken van geestelijke autoriteit in de naam van Jezus heb je de autoriteit om demonen uit te drijven. Dus deze kleine mensen van de weg zijn wel de enigen die weer Satan gewoon direct de wacht aan kunnen zeggen. Verlaat dit eiland. En dan kan die zich manifesteren in een paar duizend varkens en te water gaan. Maar de autoriteit van de heiligen, de mensen van de weg, is uiteindelijk in één uur beslecht. In één uur komen de heiligen aan het
recht. Ik kan niet wachten om het met je te bespreken. Is het niet geweldig? Dus die zuil van deze wereld, hè, waar de vrijmetselaars helemaal aan de top zitten, samen met de Sionisten en de Jezuïeten en nog een paar, er wordt gesproken over maar 300 bedrijven die de hele leiding hebben en 6000 mensen die tot de elite behoren. Dat zijn het bovenste topje van de piramide. En ik zit helemaal onderaan de piramide. Dat ben ik me heel goed bewust. En ik ben er helemaal rustig over. Want hij die in mijn goed werk begonnen is, zal het zeker voleindigen. En de Heer heeft ons de kracht gegeven om op schorpioenen te treden. En met hem ben ik meer dan overwinnaar. Dus laat ons als mensen van de weg maar gaan. Ik wil met je lezen in Openbaring 18 vers 20. Dat gaat over het einde van de draak. In vers 18 staat, even ervoor, Johannes ziet dan het beest op de zee, met er ook nog daarbovenop nog een hoer, en die ook nog allemaal weer scheldt en verschrikkelijke dingen doet, en ook weer de heilige vervolgt, afschuwelijk allemaal. En dan zeggen de koningen op een gegeven moment, dan komt het oordeel over de draak. En dan zeggen de koningen, oh, het oordeel komt. En dan schrikken ze en ze krimpen ineen. Dus deze koningen, die schrikken eerst. Dan zijn het de multinationals, de kooplieden, die zich wild schrikken. Oeh, het oordeel komt eraan. En dan zijn de stuurlieden van deze wereld, de mensen van Zebulon, die langs de kusten varen, de Nederlanders, die zeggen, oeh, het oordeel komt eraan. En dan zegt de Heer, ik ga nu Babylon in 1 uur van de aarde wegvagen. Woef. En dan moet je kijken wat in Openbaring 18 vers 20 staat. Verblijd u over Babylon, hemel, heilige. In sommige vertalingen staat er heilige, komma, apostelen. En in andere staat er heilige apostelen. Dus die komma die laat ik even voor wat het is. Dat is dus zo'n ding die je eigenlijk in de basis in het Grieks zou moeten controleren. Ik ben er niet in deze tijd op, ik heb het niet kunnen traceren, dus ik hou het maar even op heilige apostelen, maar met de vermelding dat het ook kan zijn heilige en apostelen en profeten. Want God heeft uw vonnis aan Babylon voltrokken. Yahweh geeft de mensen van de weg, de heiligen en de heilige apostelen en de profeten, een kans om zich te verheugen en vervolgens het oordeel uit te spreken over Babylon. En dan staat er dat in 1 uur het hele Babylonische Rijk van de draak wordt verpletterd. Dat kan je toch gewoon niet geloven? Ik zie me nog niet zo staan. Alhoewel de gele jekkies, de gele hesjes, die staan in Frankrijk op dit moment echt te staan tegen Macron. En die zeggen, en nu is het klaar. En ik wil de gele hesjes zeggen, als je in de Bijbel leest, zijn het straks de heiligen en de heilige apostelen en de profeten, die zich verheugen omdat Yahweh het oordeel dat deze heiligen hebben uitgesproken, in 1 uur gaat uitvoeren. Dan moet je dus ook wel oordelen. Nou, we mogen mensen niet oordelen, nooit. We moeten onze naaste lief hebben. Dus daar is de Bijbel hartstikke duidelijk over. Het oordeel is aan de Heer en wij moeten lief hebben. Maar hier gaat het over een demon. De grootste, machtigste wereldheerser, Satan himself. En die moet veroordeeld worden zoals Yahweh dat zijn heilige opdracht te doen. En dat oordeel zal ze uitvoeren in 1 uur. Ga je je voorstellen dat deze chaos in deze wereld in 1 uur beëindigd wordt? Vat nieuwe moed en hoop. De Bijbel zegt in Openbaring 18 vers 20, in 1 uur. Knak! Deze hele ellende eraan. Ik kan niet wachten. En ik zal je zeggen, ik hoor bij die heiligen die het oordeel uitspreken. Ik hoor bij die heilige apostelen die het oordeel uitspreken over het beest. De draak met zijn horens en zijn godslasteringen en zijn onderdrukking. En zijn oorlogvoerende machten tegen de gewone man en tegen de heiligen. Dus wat nieuwe moed. De bruid die vlak voor de bruiloft vreemd gaat met de vijand van de bruidegom. Dat zien we. Er is een bruidsfeest in aankomst. En vlak voordat de bruidegom de bruid uitnodigt in zijn huis, zien we dat de bruid vreemd gaat met de vijand van de bruidegom.
In de naam van allerlei soorten geloven zie je dat mensen die gelovig zijn, vreemd gaan met de heerser van deze wereld. Natuurlijk wil de heerser van deze wereld nog even snel slapen met de bruid van de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Want heeft hij alle macht, dan lacht hij de eeuwigheid in zijn thuisje. Haha, ik heb de bruid in mijn bed op maagd. Haha, deze, hij krijgt geen maagd. Hij krijgt gewoon een uitgeprobeerde. Die eer die hij heeft. De Satan, de vijand van de bruidegom, niet te krijgen. Maar de afschuwelijk is waar dat de meeste christenen in het laatste tijden hoereren met de vijand van Yahweh. Een verschrikkelijke tragedie. Een verschrikkelijke tragedie vindt plaats dat mensen niet de moed en de kracht kunnen opbrengen om te breken met de heerser van deze wereld. Met de draak. Met de welvaartszucht. De zucht naar vervuiling. De zucht naar verrijking. De zucht naar seksuele beleving. En dat ze maar afgaan op de werken van pleasure. Van vertier en vermaak. En niet zich rein en heilig behouden. Dus wie zijn die wijze maagden? Wie zijn die vijf wijze meiden die klaar zijn om hun bruid bij hun bruidegom te verwelkomen? En wie zijn die vijf domme meiden die helemaal geen reserve hebben voor de eindtijd? Je hebt de slimme meiden die vol zijn van de Heilige Geest, het olie, en klaar zijn en wachten op de bruidegom. En je hebt de lui die gewoon hun gang gaan, andere dingen doen, er niet mee bezig zijn. Nou, die olie, dat zal er wel 666 zijn. Nou ja, weet je wat je dan moet doen? Moet je zorgen dat je nooit een chip in je hand krijgt en dat je nooit een chip op je voorhoofd krijgt. Dan moet je zorgen dat je geen barcode hier krijgt. En dacht je dat nou echt? Dacht jij nou echt dat het ging om een chip in je hand? Zou zoiets iets belangrijks, en door wat technische bedrijven geproduceerd dingetje zou moeten zijn, zou dat de geestelijke strijd zijn? Nee, die maagden die hadden niet het teken van het beest bij zich in de vorm van een 666 op hun voorhoofd. Dat zou veel te makkelijk zijn. Laten we lezen in Openbaring 14 vers 9. In Openbaring 14 vers 9 staat alles over het teken van het beest. Wie hoort nou bij de bruid en wie hoort nou bij de hoer? Want daar gaat het dus om. Op het laatste moment ben je nog even aan een hoer. Want als de bruid, de gemeente, vreemd gaat met de heerser van deze wereld, dan is het een hoer geworden. Dat wordt maar zo, betaalde seks. Dan ben je binnen de kortste keer gewoon. Waar hangt dat vanaf? Dat hangt af van of het teken, of het zegel op jouw leven is het het teken van de beest of is het teken van de Heer? In Openbaringen 14 wordt er heel duidelijk over gesproken. We lezen het met elkaar. Wie hoort er nou bij de groep die het gaat winnen? Tenminste, ja, wat we winnen, wie hoort bij wie? 14 vers 9 tot 13. 14 vers 9. En de derde engel volgde hen die met luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God. Onvermengd is, ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van de naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen er openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem en die riep hemel en aarde toe. Oké. Het teken van het beest. Aan de ene kant ellende en oordeel. Aan de andere kant blijdschap en eeuwige vrede. In het Grieks is het woord charagma daarop geschreven. Dus alle vertalingen en alle schijn en alle rookwolken weg. Wat is het wortel voor het? En het betekent het stempel, ingegraveerd. Het bewijs van eigendom.
Dus wie het teken heeft van het bewijs van eigendom, de ingravering, dat soort dingen. Diegene die dat heeft, afhankelijk van wat je hebt, dat is je eigendom. Nou, Yahweh heeft dit met zijn vinger ingegraveerd. De twee tafels, de 10 geboden. Dat heeft hij ingegraveerd. Dat is het woord, het teken. Het teken is, het is getekend. Ik onderteken het. Dus het, de vinger Gods heeft de 10 geboden in tafel van steen gegraveerd. Nog even voor jouw reminder. Daar staan aan de ene kant, de ene tafel gaat over je relatie met God. Gij zult weer de God lief hebben met uw hele hart en uw ziel. En het tweede deel, de andere tafel, andere stenen plaat is, en uw naaste als uzelf. Dus de eerste wet is Yahweh is één. De tweede geen afgoden. De derde wet is niet vloeken. De vierde is de Sabbat houden. De vijfde eer je ouders. De zesde niet moorden. De zevende niet, geen overspel plegen. De achtste niet stelen. De negende niet liegen. En 10 niet begeren. Dat zijn de inschrijvingen, inscripties, de intekeningen van de Heer. Hebben wij die? In Openbaringen 20, vers 4 tot 6 staat. En dan zitten we al helemaal aan het eind. De eerste opstanden. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen was. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren, 1000 jaar lang. Dus dat teken van het beest, dat is nogal niet bepalend. Die zegel, dit is dus een oorkonde en dit is een zegel. En op die zegel staan 3 dingen. De naam, de titel en het territorium. In Exodus 20, is er een vraag? Oké. Wat wordt dan bedoeld met het niet meer koopwaard voor? Vind je het goed dat ik dat over een paar minuten zeg? Dan gaan we het letterlijk benoemen. Als je dus de naam en de titel en het territorium op die zegel hebt, dan is dat het, dan ben je eigenaar van, of degene die dat draagt. Dus bijvoorbeeld, ik heb het zegel van Yahweh op mij, dan staat er, dat zegel, dat is dan, dat is dat ik het eigendom ben, mijn baas is Yahweh. En als ik dat zegel heb, of dat teken heb, dan hoor ik bij Yahweh. Heb ik dat teken niet, dan hoor ik niet bij jou. En Openbaring zegt, als je het teken niet hebt, maar een andere teken, dan hoor je bij de andere groep. En dan krijg je een andere resultaat. We gaan het kijken. Je aanbidt en gehoorzaamt en bent eigendom van het beest, of je bidt en gehoorzaamt en bent eigendom van het beest, de paus. Wow. Maar ik ben, op mijn zegel staat Yahweh, schepper van hemel en aarde. Laten we eens kijken in Exodus, en dan komen we bij wat jij me net vroeg. Dan komen we bij Exodus 20. Wat staat daar dan? Wat voor een inscriptie, wat voor een teken wordt hier genoemd? In Exodus 20 vers 8 gaan we dat even lezen. Goed dat je die vraag stelt hoor, dat stel ik heel erg op prijs. Dankjewel. In Exodus 20 vers 8, gedenk de Sabbatdag dat heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, van uw God.
dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Hier heb je hem. Wie heeft dat besloten? Wiens zegel is erop? Zegel? Jahwe heeft de hemel en de aarde gemaakt. Jahwe heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hoe ziet dat zegel er dus uit? Dat is de Sabbat. Als je dus de Sabbat, de rustdag, viert, dan is dat het teken, zie je het? Dan is dat het teken dat je het zegel hebt van Jahwe, de schepper van de hemel en de aarde. Marcus. Marcus 2 vers 27. Ja, maar wat moet ik dan doen? Hoe zit het dan? Marcus 2 vers 27. En hij zeide tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens en niet de mens ter wille van de Sabbat. Dus de Sabbat is voor jou gemaakt om jou het teken te geven. Dus jij moet niet gaan doen wat de Sabbat eist. De Sabbat zegt, je mag niet meer dan 20 minuten lopen. Onzin. Ik mag de hele wereld rondlopen als ik maar uitrust en geniet. Dus de Sabbat is gegeven aan de mens. Dan gaan we naar de volgende. Het vieren van de vrijdagavond en de zaterdag overdag, de Sabbat, is het teken van de schepper. Het vieren van de zondag is het teken van de beest. Vier je dus de Sabbat, vrijdagavond en zaterdag overdag. Dan heb je het teken van Jahwe, de schepper van hemel en aarde. Volgens Exodus 2. Zeg je, wij gaan de draak volgen. Nou, laten we eens kijken. In Deuteronomium 6, vers 11. In Deuteronomium 5 staat nog een keer een herhaling van de 10 geboden. En dan in Deuteronomium 6 staat het grote gebod. De Heer Jezus haalt dat ook aan. De vraag op een gegeven moment in het schriftgeleerde. Nou, wat is nou de kern van alles? En dan zegt hij, gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, ziel en verstand. En naast als u zelf, wat op uw hele gebied, zult u inprenten aan uw kinderen. Dag en nacht, u zult het op de poorten van uw muur schrijven, 6 vers 11. En dan zegt hij, hieraan hangt de alle geboden en alle profeten. En dan in vers... Deuteronomium 6 vers 11. Ja, hier... U moet uw kinderen inprenten. Dit zijn de geboden en de verordeningen van de Heer en bepalingen van de Heer, uw God. Vers 1. De geboden heeft u te leren om ze te doen in het land waar u naartoe trekt. Om het in bezit te nemen. Opdat u de Heer, uw God, vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die u gebiedt, in acht te nemen. U, uw kind, uw kleinkinderen, alle dagen van uw leven. Opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël en neem ze nauwkeurig in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land overvloeiend van melk en honing. Luister Israël, de Heere onze God, de Heer is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en uw ziel en u met al uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze het uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u onderweg bent, en als u neerlegt, en als u opstaat, u moet ze als een teken op uw hand binden, en ze als een hoofdband tussen uw ogen zijn, op uw deurposten van uw huis, en op de poorten van uw gebouwen. Wat is het teken dat je op je handen moet binden, en tussen je ogen moet bidden? Dat is de geboden des Heer. Dus als het vierde gebod is, hou een rustdag, dan moet dat hier en hier vaststaan. Op je voorhoofd staat natuurlijk voor je denkwereld, hè, wat je denkt. En je handen staan voor je activiteiten. Dus een dag van rust betekent genieten, vrucht dragen, rustig aandoen. Niet kopen of verkopen,
Dat betekent dus dat je, als je niet koopt, hoef je geen boodschappen te doen. Als je geen boodschappen doet, hoef je ook niet te verkopen. Want als je een winkel hebt, dan doe je hem niet open. En de mensen die je in dienst hebt, die hoeven op die dag ook niks te doen. Want ze gaan niet kopen en verkopen. We hebben altijd gedacht van, ja, als ik dan de chip niet meer in mijn hand heb, dan kan ik nergens meer pinnen. Nee, de Heer die zegt zelf, op die dag moet je niet kopen en verkopen. Want dat is werken. Want dan laat je andere mensen voor je werk, met uitzondering van de zorg en genezing. Want de Heer heeft op de Sabbat heel vaak mensen juist genezen. Want dat is een deel van de zegen en de rust die de Heer aan ons geeft. Dus genezingen, prima. Op de dag des Heeren. De rustdag. Zorg, moet gewoon. We moeten onze ouderen vandaag verzorgen. We moeten onze mensen in de inrichtingen verzorgen. We moeten gewoon onze zorgplicht doen. De Heer zegt zelfs als een kalf in het put valt, haal ik het er nog uit. Geen probleem. Want de Sabbat is er om de mens te sterken en niet andersom. Oké, nou, dan gaan we recapituleren. Hoe hebben we het nou zoal gezien? Er is dus een periode gekomen waarin het teken van erbij horen verankerd zit in de dag die je viert. In het teken is de dag die je viert en dat zijn de Bijbelse feesten. Nou, dan heb je hier de dode geloof. Die gaan eerst, de blauwe eerste pijl, die gaan eerst omhoog. Als de Heer ons komt halen. Zoals we dat net gelezen hebben. De eerste opstand. Op een gegeven moment komt er. Wij hebben in Nederland om 12 uur op het eerste van de maand altijd de noodsirenes. Die helpen ons om paraat te blijven. Dat we weten als er een ramp komt. Dan moet je de radio aandoen. De ramen dicht doen. En dan weet je dat het zo is. Maar als het op een ander tijdstip komt. Nou, zo heeft Abba Vader gezegd. Als de grote shofars gaan klinken. Niemand weet het uur nog het moment. Maar als die komen, dan weet je, dan komt de Heer terug. En op dat moment gaan eerst de doden, die gelovig zijn, gemarteld om hun geloof, de gelovigen, flop, uit de grond, die gaan ons voor. Of gaan ons voor, die gaan alleen degene die dan nog leven voor. Dus er komen eerst de graven gaan open. Paf. Een volgende moment, meteen de volgende lading erachteraan, dat zijn de gelovigen die dus geloven op dit moment in live and kicking. Gewoon rondlopen en te kicken. En dus die gelovigen gaan ook naar de bruidegom die naar beneden komt. Dus die twee die gaan omhoog en de bruidegom komt naar beneden. Op dat moment komt het volledige oordeel. Nou, de ongelovigen die al gestorven zijn, die blijven rustig in de aarde. En dan komt het oordeel met de wederkomst. De aarde wordt woest en ledig. Dat was die 6000 jaar geleden ook. Hij wordt het weer. Eén verbrande bal. Niks meer. De doden zijn allemaal dood en er staat ook, de doden zullen niet begraven worden. Waarom worden de doden niet begraven? Er is niemand meer die ze kan begraven, want iedereen is dood. 1000 jaar later. Maar met de Heer Jezus, degene die geloven en die het teken, het zegel hebben. Dus heb je de Sabbat, vier je de Sabbat, dan ga je zo mee. En dan dus blijf je op een verwoeste aarde 1000 jaar lang. Dan die 1000 jaar lang is de aarde woest en ledig en de ongelovigen die zijn nog steeds dood, tot het witte troongericht. Bij het witte troongericht krijg je dus dat bij het witte troongericht oordeel wordt uitgesproken over alles wat leeft en geleefd heeft in alle tijden. En dan leven de gelovigen overeenkomstig hun geloof voor eeuwig met hem na de witte troon in de hemel. En er is niets meer. Een totale duisternis waarin geen leven meer is, wat geabsorbeerd is, waarin niets meer is. Niets meer. Nooit meer. Duisternis is het afwezig zijn van licht. Het licht gaat naar een andere dimensie, er is geen licht meer. Dus nou zien we dat deze lijn met een grote schok zo beëindigd wordt. Dus er is helemaal niet een hel waar je eindeloos brandt. Daar is geen sprake van. Het afwezig zijn van het licht, dat gaat naar de dimensie van bij Hemelse Vader in het bruiloftshuis in de eeuwige stad, het eeuwige Jeruzalem. En daar zullen we voor eeuwig met hem zijn. Als je het teken hebt van, als je het teken hebt van Yahweh. Peter, hoe zit het dan met de opname? Wanneer vindt het plaats? Oké, nou, ik was je volgens mij dit hoor. Hier dus, digitaal gaat maar langzaam, hè? Maar je hebt dus hier de opname. Dus in dit moment, we gaan dus naar de Heer toe, maar eerst de doden gaan. Dus we gaan dat zien. Hey, nee, ga allemaal graven open. Dan ga je. De doden eerst omhoog.
Die gaan de Heer toe. En dan komen meteen de tweede lichting. De levende. Maar tikken de aarde niet aan. We tikken de aarde niet aan. Dan gaan we samen naartoe. Maar misschien helpt je. Dan gaan we dus terug naar de hemel. De aarde blijft dan. Voor de ongelovigen blijft gewoon dood. Tot het witte troongericht. De aarde blijft woest. 1000 jaar dat millennium. Alleen. Maar oké. Okay. Maar even over die 1000 jaar. Ligt die aarde echt 1000 jaar dood en woest en ellendig? Of is het zo dat 1000 jaar is voor de Heer ook 1 dag? Maar het is in ieder geval Sabbat, rustdag. Het is in ieder geval een dag van 6 dagen heeft de Heer gewerkt en 7e dag heeft de Heer het oordeel gegeven. Wanneer is die dag? Die dag, dat was je vraag, ik word even terecht op gewezen. Dit moment waar de bruidegom de bruid komt halen. En de bruid zijn de wijze meisjes, de gemeente, die de rustdag houden. Die dag weet niemand. Ik ga dus niet de fout maken door te zeggen, ik weet het wel. De Bijbel zegt, weet niemand. Maar het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt de Heer Jezus. Dat iedereen maar bezig is met feest vieren en met trouwen en getrouwd worden. Nou, ik zie alleen maar televisieseries over trouwen. Dan is er nooit een keer iets wat gaat over 40 jaar getrouwd zijn. Alles, weet je wel, dus het zal zijn en dan krijg je alle ellende over de wereld. En je krijgt alle zaken. Niemand weet dit moment. Volledig onverwachts, maar het is in de nacht. Volledig onverwachts zal ineens die tijd komen. Maar ik moet nog even deze dia laten zien. Want die helpt erbij. Je hebt dus hemelvaart. En na hemelvaart kwam de Heilige Geest en toen begon de handelingen. Dat is loopt nog steeds. Wij zitten nu ook in handelingen. Dan heb je het beest uit het land en het beest uit de zee. Okay, ik zie dat ik dat verkeerd om heb gezet. Eerst komt het beest uit de zee. Dat moet even omgewist worden. Dat is een typfoutje. Eerst komt het beest uit de zee. Dat hebben we gezien, dat is de katholieke kerk. Dan komt het beest uit het land. Dat is Amerika, United States of America, die het beest uit de zee komen helpen met de wereldheerschappij, zodat ze de hele wereld kunnen onderdrukken. Het is Amerika die zelfs in zijn kunstwerk heeft gezegd, we willen de wereldbevolking terugdringen tot 550 miljoen. Dus echt een heerschappij waarin de heerser van deze wereld probeert de mensheid te doden. Te vernietigen. We kunnen dat bijna niet geloven. Dan is de ondergang van Babylon in 1 uur. Daar kun je van uitgaan dat het de derde wereldoorlog wordt. Dat gaat een ondergang worden. Veel mensen zeggen dat wordt een kernwapenoorlog uit Iran. Ik wil daar niet over speculeren. Het zal zeker vlak voor ons liggen. Het is de 6e zegel dat verbroken moet worden, waar we nu op zitten te wachten. Maar alles wijst erop dat er in ieder geval in 1 uur tijd Babylon eraan gaat. En dat is waar we ons ook voor mogen verheugen. Als heilige en heilige apostel en profeet. Omdat dat meteen dus gewoon in een 1 uur tijd gaat dat hele Babylon eruit. Nou kan dat in een kernexplosieve wereld ook heel erg makkelijk. Je kan inderdaad Europa en West-Amerika of Noord-Amerika. Kan je gewoon eigenlijk gewoon ja, in een paar minuten verpletteren. Je kan het grootste deel van de aarde verpletteren als even een paar idioten op een knop drukken. En aan de ene kant ben ik er heel dubbel in. Zeg ik verafschuw het moment. Aan de andere kant zeg ik, Heer, kom spoedig. En er zijn nog wat protocollen te gaan. Maar laten wij alsjeblieft uitblinken in zielen we redden. Mensen het evangelie vertellen, hoop brengen. Op mijn vlotje hoop ik dat mensen die ten onder gaan in de Titanic nog op mijn vlotje erbij kruipen. Dan krijg je dus de verdrukking die vanuit de derde tempel zal plaatsvinden. Dus na Babylon komt er nog een nieuwe bundeling van kracht. Dan gaan ze met z'n allen rond de derde tempel zitten. En daar wordt dan het beest aanbeden. Die hele tempel, de tweede tempel, was al niet oké. Okay, want die had Herodes laten bouwen. En Herodes was niet een koning in de ogen van God. De eerste tempel zag de Heer al eigenlijk helemaal niet zitten. En in het Oude Testament spreekt het duidelijk. De Heer zegt, ik woon in een tent. Neem nou geen koning. Neem nou toch alsjeblieft geen tabernakel of een huis, want ik ben niet, een huis is voor mij een voetenbankje. Maar goed, koppig als ze was,
Als we waren, hebben we het allemaal gebouwd, maar die tempel wordt een werkplaats van de heerser van deze wereld. Dus die verdrukking die gaat vanuit de derde tempel plaatsvinden. Handelingen gaat dan helemaal naar de huizen. Want als we de Sabbat vieren en als we de mensen van de weg zijn en we worden niet meer erkend door de en herkend door de keizers van deze wereld en door de heersers van deze wereld. Dus hij zal opnieuw de heiligen willen oorlog voeren. En wij zullen ons dan verschuilen en Sabbat vieren en overleven in de tenten, de huizen, de huurhuizen, de hutjes. Wat het ook zal zijn, Handelingen gaat door zoals dat was in Handelingen in de Bijbel, in de hutten en de huizen. En de wederkomst daarvan is de datum dan onbekend. En dan wordt er 1000 jaar lang gewacht op de witte troon. En die 1000 jaar is gewoon een dode bedoeling. In de hemel, met de bruidegom, zit de gemeente. En die kan nadenken, wat is ons toch overkomen? Jongens, heeft iemand nog een hoofd voor me? Want ik ben de mijne kwijtgeraakt. En we kunnen nadenken en we kunnen de Heer vragen van, hoe komt het dat ome Henk hier niet zit? Ja, ome Henk, kijk maar in de boeken. Vraag maar aan die engel, je kan er eens onderzoek over doen. Ome Henk wilde niet. Hij is van het vlotje weggezwommen. Ja? Dus dan wordt er alle zaken, alle boeken worden geopend. Alles wordt met recht behandeld. Het gaat nog 1000 jaar door. Dan komt de witte troon. En dan is het einde voor de ongelovigen en het leven voor de gelovigen. Dan gaan dus de ongelovigen, het licht gaat uit. Stof ben je en tot stof zul je weer keren. Dan houdt het op. Maar dat is nadat je gezien hebt op de witte troon wat je werk en je leven waard was. En u geschiedde naar uw geloof. Als je zegt, ik wil niet horen bij de gelovigen, dan zul je niet bij de groep van de gelovigen ingepropt worden. Maar naar je keus zul je gesteld worden. En als mensen te jong zijn, of te onbekend, of niet in staat zijn om te kiezen, dan zul de keus van hun ouders of van hun familie gelden. En als ze in een ander deel van de wereld zijn gegaan, dan zal het de roep van hun hart zijn, die vader heel goed weet te waarderen. Of als ze in een andere setting zijn gekomen, maar straks zal deze hele wereldgodsdienst één godsdienst zijn onder de leiding van de draak. Dat heet United Religious Institute, de URI van de Verenigde Naties. En dan heb je nog maar één godsdienst en iedereen kan dan kiezen of die op zondag wel of niet de URI dient, ja of nee. Onder leiding van het beest en het beest aanbidt. Dus dan is het ook niet meer zo moeilijk hoe het zit met de vreemde godsdiensten, want alles wordt straks onder één grote, in één emmer gemaakt, gewoon een beetje door elkaar heen gemusseld. En de paus die is daar gewoon de leider van. En dan kun je gewoon zeggen, doe je mee of doe je niet mee. En dan gaat het er niet om of je een pasje in je hand hebt, of een chippie, maar het gaat erom of je het teken van Yahweh hebt of het teken van de beest. Ik wil er nog één ding over zeggen. De paus die heeft gezegd, ik ben God hier op aarde. Ik kan zeggen wat ik wil. Die heeft gezegd, ik beslis nu voortaan dat de zon door ons vereerd wordt, door ons mensen, door ons katholieken. En wij nemen de zondag als de dag aan het begin van, we willen graag de week goed beginnen. En we gaan het begin doen. En ze hebben dat vastgelegd. Ik heb daar de documentatie uitvoerig voor. Waarin staat, ik de paus beslis hier nu aan het begin van het rijk van steen. Of ijzer en leem. Zegt hij in de tijd van keizer Constantijn. Zegt hij hierbij in het Constantijns overleg. Hierbij beslissen we dat die zondag de dag is van de draak. Van de zon. Van Saturnus. Oké. Iedereen die de zondag viert, hoort bij ons. Je moet echt wat anders doen om niet bij ons te horen. Wij zijn de algemeen. Katholiek betekent algemeen. Wij zijn het. Wij zijn het hier. Wij zijn de wereldheersers. Wij zijn de baas. Vier en zondag. Goed zo. Nou zijn er natuurlijk volken en landen die vieren de zondag niet. Of die hebben zelfs een paar dagen vrij weekend. Of bijvoorbeeld in Israël vieren ze de Sabbat. Nou, dan gaat de paus naar Israël toe en die zegt, jullie moeten ook de zondag vieren. Wat? Netanyahu, ruilen van diensten. Jij wat, ik wat, maar ik wil dat jullie de zondag ook vieren. Hoe zegt Netanyahu, wat krijg je dan voor terug? Nou, bijvoorbeeld het landgoed onder de stad van David, dan kan je jouw tempel bouwen. Jij gaat nu de komende tijd zien wat mensen voor onmogelijk houden, dat in Israël 2 rustdagen komen.
De Sabbat en de zondag. Nou, zullen ze zeggen, we hebben toch al een weekend. Dat doet er dan toch niet toe? Nee, maar het wordt nog anders. Neem nou bijvoorbeeld Polen, een van de meest katholieke landen van de wereld. Daar hebben ze gezegd, we willen eerst één dag in de maand dat er op zondag niet gewerkt wordt. Dan gaan we later na een paar jaar over dat er twee zondagen per niet meer gewerkt wordt. En dan drie en uiteindelijk, zodat de zondag helemaal een rustdag wordt. Kan je allemaal lekker aan je familie werken. Ja, kun je onder je kerstboom gaan zitten. Kun je gewoon fijn niks doen. Ja, maar waar het om gaat is, je hebt het verkeerde teken. Dan kun je zeggen, nou is toch mooi, dan heb ik twee dagen vrij. Nee, je moet wel één dag vrij nemen. Je moet op zondag weer werken. Je moet niet een beetje lijken op de heerser van deze wereld. Dus nu komt de tijd voor de radicalen. De mensen van de weg nodigen je hartelijk uit op ons vlotje. Kom bij ons. Want wij houden de 10 geboden. Wij dienen de Heer van harte. En we geloven met heel ons hart en laten ons dopen. Dus de doop, het houden van de commando's en het toegewijd leven aan de Heer zijn de 3 overeenkomsten om te horen bij degene die het zegel van de schepper hebben. En niet? En die keus die gaat je echt heel dichtbij komen. Dat wordt heel erg radicaal. Want dat betekent dus jouw toekomst. Ja, wacht even. Maar zijn er ook mensen die heel goed geloven en die zijn al gestorven en die bedoelen het zo goed. Je moet bijvoorbeeld ome Sjakers kennen. Dat was een heel aardig vent, ontzettend gelovig. Maar die heeft altijd de zonde gedaan. Die ging altijd naar de kerk. Nou, ben ik even blij dat ik niet hoef te oordelen dat dat zelfs verboden is. Ik moet ome Sjaak lief hebben. Dat is mijn opdracht. Ik heb ome Sjaak lief. Hierbij zeg ik, ome Sjaak, ik heb je lief. Dat is niet aan mij. Maar wat gebeurt er nu? Toen Luther zag dat de katholieken fout waren, heeft hij zijn reformatie gesteld. En op dat moment kwam de boekdrukkunst en is die reformatie wereldwijd geworden. De jezuïeten hebben meteen nu alles op alles gezet om dat weer te onderdrukken. En dat heeft een verschrikkelijke oorlog gecreëerd. En in deze tijd is het internet, alles wordt geopend. Alle bibliotheken, alle enge kloosterboeken, alle griezelige boeken, alles gaat open. Alle profetieën van de hoogste en meest occulte mensen, het wordt allemaal aan het licht gebracht. En we nemen steeds meer kennis toe. Daniel zei het ook, in de laatste dagen neemt de kennis enorm toe. Nou, dat zien wij dus nu. Dus in de tijd van ome Sjaak was die kennis nog veel kleiner. En elke maand zien wij de kennis toenemen van de achtergrondkennis en de inzichten. En dat het is gewoon de zegen van deze tijd. Dat we gewoon ineens veel meer uitgelegd krijgen door de Heilige Geest. En ik vind dat een zegen. Ik moet je zeggen, in deze studie heb ik je willen uitleggen hoe het verleden en de basis van de zaak van Gods Koninkrijk te zijn. Er is nog één ding dat overblijft. Jouw ziel, jouw hart. Je handelen, daarin zul je gewoon de Bijbel moeten volgen. Jouw denken, dat is aan ons, dat we dat elkaar al vragenderwijs ontdekken in kringgesprekken, met elkaar zoekende zijn. Onder de toeziend oog van oudsten die ons in de gaten houden, dat we alleen maar Bijbels blijven zijn. Maar je hebt hier ook nog je hart. Er zijn veel mensen door de status van de kerk en het verval van de kerk zo aan het dolen geraakt, zo vervreemd zijn. Er zijn zoveel signalen waar je zegt, ik word zo bedrogen. Er is zoveel nepnieuws dat op mij afkomt en ik word er zo onrustig van. En die onrust die wreekt zich, dat is ongezond. Daar krijg je een burn-out van, daar krijg je stress van. Daar raak je van aan de medicijnen, dat is afschuwelijk. En ik ben hier niet vandaag om jou nog meer stress te geven, maar ik ben hier om jou te zeggen, ik wens je vrede. Yeshua is op zoek naar jou. Hij wil deze studie gebruiken om jouw vrede te brengen. Hoe makkelijk is het niet om een feestdag in je planning in te voegen? Om vanaf vrijdag gewoon alleen maar te genieten. En je mag je 10e gebruiken om vrienden uit te nodigen en heerlijke maaltijden te gebruiken. En je mag de Heer aanbidden met alles wat in je is. En dat is het ware geloof. Is dat niet de troost die ik je kan bieden? Altijd stond eindtijd in het teken van stress. En weet jij het al? Is het gelukt? Dan gaat het maar lukken. En dat eeuwige vuur, dat afschuwelijke oordeel, dat komt over je. En zoals iets dat verbrandt, wegbrandt, op is, dan is het ook over. Crematie. Dan is het einde. En of dat nou in een loop is van één dag of 1000 jaar, dat millennium zal alles aan het licht brengen. Maar jouw keus wordt gerespecteerd.
We moeten eerst onder ogen zien dat de Titanic ten onder gaat. Dat de Amerikanen gewoon de knechten zijn van de draak. Niet alle Amerikanen, er zijn hele, hele goedgelovige, fijne mensen, maar het bolwerk van de elite, van de multinationals, wat daar heerst, de geldtellers. En die druk is enorm. En we krijgen gewoon steeds meer open ogen. We zien steeds meer, oké, er wordt hier heel veel achter de coulissen geritseld. Dat wil ik je als een zegen meegeven. Hou dat vast wat je in je hart hebt, wat geloof heet. Laat niemand je kroon stelen. Zorg dat je niet je laat verleiden om in het einde te komen van dat je bij de hoer, door simpelweg even te slapen, bij de hoer in het verkeerde vakje terechtkomt. Volg je hart na. En volg ons na. Ik wens je godsrijke zegen. Vrede. De toekomst hoeft niet bedreigend te zijn als je houdt aan Gods woord. Tot volgende week vrijdag. Godsrijke zegen.